Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenbond. Daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Het is vandaag alweer reeds zaterdag. Oh, 6 juli. Ja, ik had het moeten weten. Mijn mama in de hemel. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Ze had vandaag, weet ik veel, hoe oud kunnen worden. Ik weet het niet. Ze is van, even zien, ze is in 1923 geboren op natuurlijk 6 juli. Dus reken maar uit. Jullie uitkomst graag hieronder. Ja. Rijka. Doe even normaal. Mooi, dank je. De boel hoeft niet gesloten te worden. Maar graag even jullie antwoord eronder. Van 1923 is ze. Hoe oud, jong, had ze kunnen worden als het er nog was geweest. Leuk rekensommetje voor jullie. Ja. Ik hoop dat ik daar een reactie op krijg, uiteraard. Het is, we zien hoe laat is het, 14:42 is het. En ik ben lekker naar bed, vannacht dat ik naar bed ging, heb ik lekker de telefoon uitgezet. Ook de huistelefoon, ja. Althans, uitgezet. De batterijen eruit, want hoe die uitgezet kan worden, weet ik niet eens. Maar ik denk, ik wil uitslapen. Ik ben de hele week al vroeg. Dan ga ik weer eens eventjes aan mezelf denken. En dat heb ik bij deze gedaan. Ja. En dan ga ik met de meisjes uit. Ik moet even wat oprapen. Even troep. Heb aan mijn rollator vastgezeten, of aan de poten van de meiden, of aan de vacht van ze, dat weet ik ervan. Dus ik ga straks eventjes lekker met de meisjes lopen. En daarna pak ik even de booster als het niet gaat regenen, want er was wel regen voorspeld. Even kijken. Ja, een heleboel, maar als ik de lucht zie, dan... Ik zie niks qua dat. Misschien boven zee. En hier is de andere. Misschien boven zee hoor, ik weet niet. Maar ik zie geen regen van betekenis, ook daar niet. Allemaal blauwe lucht, wel bewolking, maar het is allemaal blauw. Ik denk dat het waait nogal hard, heel hard. Dat het overwaait, maar het is 18 graden, zeggen ze. Zo, daarom. Windwaarschuwing. Waarvoor heb ik een windwaarschuwing? Kregen we vroeger ook niet. Gebruik jullie verstand. Word wakker. Kregen we vroeger ook niet. Gingen we er gewoon erop uit. Punt. Beetje wind, dat kunnen wij wel trotseren, of niet dan? Dat vind ik zo achterlijk, hè? Doe normaal. Al die waarschuwingen voor je lul. 17 graden zegt hij hier en het voelt als 15, dus ik doe wel mijn vest onder mijn jas aan. Ja, dat is een strak plan. En mijn jurk die ik gisteren gekocht heb, die past als grote op één ding na, eigenlijk twee, want ik heb er twee. Ja, de armsgaten die zijn te krap, dus dat ga ik los tornen. Ik heb mijn tornmesje al klaargelegen. En dan knip ik hem wat lager uit, een stukje, ja, en dan weer omstromen. Zo simpel, hoop enkel dat ik de kleur geel heb, nou ja, en anders neem ik desnoods wit, maar ik weet het niet, ja, het is het ook een geel. Ja, het is ook een geel, ja. Hey, zulke dikke armen heb ik niet. Maar ik vind dit wel een beetje bizar hoor, zo'n klein armschaartje. Dit is het armschaartje. Nou, dat vind ik klein. Hij zit helemaal hier strak tegenaan. Nou, dat kan niet. En dus gaan we eventjes wat aan doen. Gewoon eronder knippen. Zo'n, ja, eerst lostornen. Tornen en dan hier al gewoon onder dat zoompje. Nou, dan losknippen en zo weer naar de eigen naad toe.
Nou, dan is die toch sowieso weer wat wijer, hè? Ja. Maar dat zien we wel. Ja, toch. We doen dat gewoon. Ja. Wij vroeger niet voor niks een coupeuse geweest, dus dat kunnen wij. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga straks ook eventjes de kermis, geloof ik, op, denk ik, als het niet gaat regenen. En dan zien we het wel weer. Komt helemaal goed. Hou gewoon vol. Goede moed. Tot later. Doei doei. Ja, we zijn weer thuis, hè meisjes. Ja, en het begon te regenen, maar het is ook alweer droog. Het was maar een hele kleine, korte, heftige bui die zeer deed van de chemicaliën, want dat deed echt zeer in je gezicht. Oh, en dan stormen, lieve vrienden. Stormen. We hebben een tak kunnen ontwijken, hè, omdat vrouwtje alert was op de bomen. Ja. Vielen er zo takken naar beneden, ja. Vielen zo takjes naar beneden, kind, ja. Potverdikkie, ja. Hé, Rijka, takjes naar beneden vallen, hè. Ja. Dikken en dunne, hè, ja. Potverdikkie. Ja, dat was, ja. Eentje dat viel, ik wist het eerst niet hoor, want ik kom eraan gelopen. Ja, wel stormen, maar jij denk je dat je gelijk dan een tak op kan krijgen? Nee. Dus ja, we gaan lopen en ineens vlak voor de rollator. Boom, schrok me wezenloos. Ik denk, yo, ben ik blij dat ik nog een rollator voor me heb? Ja. Dus, maar in ieder geval, ik ga ook nou niet naar de kermis, niet met zoveel wind. Jullie verstaan mij niet, et cetera. Nee, dat doen we niet. Nee, gaan we niet doen vandaag. Komen meerdere dagen toch, en anders hebben we pech. Ander jaar weer een nieuwe kans, zo is dat. Maar in ieder geval, ik heb koffie al gemaakt. Ik heb nog wat in de koelkast staan en daar ga ik er eentje van nemen, want dat moet wel op. Dus ja, iets lekkers. Dus dat komt helemaal goed en dan moet ik van de week, moet ik maandag weer een nieuwe kopen. Ja. Wat hoor dat nou? Ik weet niet. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik heb gewoon zelf... Heb ik een goed gevoel met alles wat er gebeurt. Dus het komt allemaal goed. Ik ga gewoon ook vol goed moed. Moeten jullie ook gaan doen. En ja, lief zijn voor elkaar. Tegen elkaar. Ook tegen vreemden. Goh, wat een leuke jurk. Goh, wat mooi die broek. Echt geweldig. Staat u goed. Op die manier kun je ook lief zijn. Hè? Kun je liefde... Ja. Ah, ik hoor het al. Wat ik hoorde. Dat is belangrijk hoor. Heel belangrijk. Hé? Heel belangrijk, hè? Meneertje Kandalfie. Ja! Meneertje Kandalfie. Hé? Ja! Ja? Is het zo? Nou, je zal gelijk hebben, denk ik. Hé? Ja! Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga aan de gang. Ik wil ook met mijn jurk bezig, want die wil ik eigenlijk dinsdag aan. Ja. En waarom? Nou, dat merken jullie dan wel. Ja. Gaan we doen? Ja, dat dacht ik al. En ik zie wat op de grond glinsteren. Moet ik ook even bekijken wat dat is. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Oh, lief liggen ze weer in. Geweldig. En ik zit vlak voor het raam aan het werk. Ik heb zo'n dunne strook, hoe ben ik daar. Dat heb ik afgeknipt. Dubbel, hè? Het is dubbel. Het is dubbel gevouwen. Dat krult terug net zo mee. Oh. Oepie. En ik ben dus alweer aan het spelden, ja. Dus ja, dat moet eventjes verder gespeld worden rondom, ja.
Dus dat wou ik jullie eventjes laten zien. En de andere kant is ook geknipt. Dat zien jullie wel. Ik heb er een heel stuk eraf geknipt. Nou ja, zo'n strook. Ja. Het is dubbel dit, hè. Dan kan ik met één hand natuurlijk niet goed openvouwen. Nou ja, dat is eraf geknipt. In principe. Maar ja, dan ligt het dubbel en dan was het te krap. Nou ja, ik heb er dan toch, dacht ik, een heel eind eraf. Dus ja, dat wordt er met spelden aan een pasje. Ja, dan moet ik dat heel voorzichtig gaan doen. Maar dat zien we straks dan wel weer. Ja. Dan zal ik jullie even laten zien. Vandaar dat ik even weer bij jullie in huis viel. Doei doei. Ja, ik heb hem weer klaar. Hij is keurig netjes gemaakt. Daar ben ik weer blij mee. Ja, ja. Dus ja, ik heb hem klaar zoals ik laten zien. En het is netjes gelukt. Dus ja, helemaal blij mee. Ja, ik kijk hem sowieso morgen aan. Dan weer maandag niet en dan weer dinsdag wel. Ja, toch? Ja, dan kijk ik morgen naar jullie laten showen dat ik hem aan heb. Ja, ik hoef niet die soort blouse eronder, daar is het in huis te warm voor, want ik heb nou ook maar korte mouwtjes. Dus ja. Ja, ik heb mijn vest, dus dat, als ik het al vestjes krijg, doe ik die wel aan, weet je. Maar in ieder geval ben ik er blij mee en ja. Het is allemaal gelukt. Ja, ik ben coupeuse geweest, dus wat wil je nog meer? Ja, dan moet je dat kunnen toch? Ja. Dus, maar in ieder geval, ik dacht om even weer met de meisjes uit te gaan, maar dat wordt het hem niet, want... Ja, dan denk je er even om te lopen met ze. Nou, ik zal ze allebei laten zien. Dit is die het nieuws gebruikt. Ja. Ga ik er mijn eigenste toe? Ik zeg het mijn eigenste. Wow! Daar word je niet vrolijk van. Nee. Echt niet. Dus ja, we wachten het af. En ja, ik was vanmiddag ook laat, dus maakt het niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Maar ik ga eventjes van een bak koffie genieten. En... eventjes op de computer. Nog niet een vlog in elkaar zetten. Nee, gewoon even dingetjes voor mezelf. Wat ik ook leuk vind. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En als jullie al hebben gegeten, mag het wel bekomen. Ik moet nog eten, maar ik heb nog geen zin. Nee, eerst van een bakje koffie genieten. Ik heb net de boel aan de kant weer. De naaimachine weer opgeruimd. En dan kan alles weer op tafel staan. Dus dan weet je het wel. Anders kan ik die jurk niet maken, hè. Vermaken eigenlijk, ja. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en geniet ervan. Ja, tot later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Maar mijn telefoon die gaat tekeer. Dat gaat eerst even uit met dat geluid. Ja, daar heb ik weinig zin aan. Dat die nog geluid geeft en fabriceert. Zo, uit. Zo, nou kan ik me tenminste vertrouwd tot jullie richten. Ja, ja. Het is alweer heel erg laat. Die zegt 2:30. 2:37. Ja, 2:37 dus. Het is 2:30 geweest. Dus ja, wij gaan hardlopen naar de bed. En daarom zeggen wij, het is uit met de pret. Ja, ook dat nog. En we gaan er snel vandoor, de trap op en een beetje Verenlakenstraat. Ja, lekker slapen. Dat ik wens jullie allemaal welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het toch. God die houdt overal schoon de wacht. En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.